Zillion. Toen ik hier aankwam dacht ik, oh ja, wauw, daar staat hem terug, De Zillion. De Zillion was denk ik echt een totaalbeleving, als ik het zo mag geloven, van alle anekdotes en de verhalen dat we te horen hebben gekregen. Ik dacht eerst dat ik gecast zou worden om als danseres op een grote box te mogen dansen bij Dead or Alive. Het was ongelooflijk om daar te staan met die duizenden figuranten. Er waren echt de Zillionaires waren ook aanwezig. Dat was niet zomaar een discotheek voor hen, dat was echt een way of life. Die hadden echt het gevoel dat ze deel uitmaakten van iets groters.